Komende zaterdag speelt FC Groningen de eerste thuiswedstrijd van dit jaar. Heracles Almelo is om 6:30 s'avonds de tegenstander. Joël van Nief heeft goede herinneringen aan thuiswedstrijden tegen Heracles. Van Nief over het muurtje en de marge is weer 2. Voortreffelijke vrije trap van Nief. Ik weet nog dat ik hem goed raakte. Tenminste, in ieder geval dat mijn eerste doelpunt was voor FC Groningen. Ik raakte hem goed en hij vloog over de muur heen in de rechte onderhoek. Dus ik was op dat moment natuurlijk super blij en dat is wel een kinderdroom wat uitkomt dan. Van Nief is inmiddels een van de vrije trappenspecialisten van de Nederlandse Eredivisie. Dit seizoen scoorde hij op die manier fraai tegen PSV. Als ik achter de bal sta, heb ik een bepaalde manier hoe ik hem neem. En daar voel ik me heel prettig bij. Dus ik heb hem ooit een keer zo gemaakt, dus dan moet je dat ook zo houden. Ja, als je dat maar lang genoeg doet en vaak genoeg doet op dezelfde manier, ja, dan als het goed is gaat het dan ook steeds op dezelfde manier raak je die bal en probeer je die bal erin te schieten. Afgelopen zondag mocht Van Nief tegen Willem II ook weer een vrije trap nemen op een voor hem mooie positie. Gaat hij ervoor? Dat doet hij midden in de handen van Brandenhorst. Nee, ik raakte die ballen niet goed. Ik had hem anders in gedachten die bal die lag net verkeerd. Ik had hem verkeerd neergelegd, hij lag op een polletje, zodat je dat noemt. Ik raakte hem niet goed. Dus ben ik wel van plan om dat zaterdagavond anders te gaan doen. Zaterdagavond komt Heracles Almelo dus op bezoek in het Noordlie Stadion. Heracles is de huidige nummer 12 van de Eredivisie met 1 punt meer dan FC Groningen. Opvallend is dat Heracles tot nu toe maar 2 punten haalde in uitwedstrijden. We hebben de uit ook gespeeld, daar hebben we 2 in verloren. Het is gewoon een goede ploeg. Het team staat gewoon goed. Ze hebben net nipt verloren van PSV, dus PSV is ook gewoon een goede ploeg. Dus we weten wat we kunnen verwachten en wat ik zeg, ze hebben een goede ploeg, ze hebben goede middenvelders. De aanvallers zijn gewoon goed, het team zit gewoon goed in elkaar. Dus wij moeten ons goed voorbereiden en zorgen dat wij hier de baas zijn. Van Nief staat alweer een paar wedstrijden samen met Samir Memisevic centraal in de verdediging van FC Groningen. Het bevalt Van Nief goed centraal achterin. Ja, ik vind het heel lekker, moet ik zeggen. Ik kan mijn paas kwijt. Hè. Ik kan de opbouw verzorgen. Ik kan de jongens voor mij neerzetten en goed, alles om me heen regelen, zeg maar. Samen met Samir denk ik dat we aardig staan. We vullen elkaar goed aan. Waarbij hij meer de slager is, zeg maar, de sloper en ik meer de voetballer. Dus ik denk dat we elkaar heel goed aanvoelen. En dat zie je denk ik ook wel de laatste wedstrijden, dat het gewoon goed staat. Wat ik zeg, ik vind het prettig om nu hier te staan, zodat ik ben veel aan de bal, ik kan de opbouw verzorgen, dus dat is wel iets wat mij goed ligt. Van Nief kon deze week alvast een klein feestje vieren, want woensdag ontving hij het trainersdiploma UEFA-C. Dat betekent dat ik nu officieel eigenlijk ook trainer ben, of het is in ieder geval voor een bepaald niveau. Welk niveau is dat? Ik mag nog niet, dat is meer jeugd ook nog, dus zal de D's zijn, maar tot een bepaald niveau, dus het zal, dus geen hoogste niveau, dus niet Eredivisie of zo, maar wel, ik mag in ieder geval een team coachen, dat is mooi. Dat is wel waar ik het voor gedaan heb, maar ik ben er nog niet, ik ben wel van plan om nog vervolgcursus te gaan doen voor trainer-coach, voor eventueel na mijn carrière, maar ik, mooi dat ik dit naast mijn voetbal heb kunnen doen.